Welkom terug bij de breakout sessie over self-sovereign identity. We hadden een paar kleine aanloopprobleempjes, maar als het goed is, is dat nu opgelost. Ik hoop dan ook dat je mij kan horen. Zo niet, laat het even weten in de chat. Deze sessie gaat over self-sovereign identity. Een nieuw concept wat de inlog van eindgebruikers op een hele andere manier faciliteert dan wat we gewend zijn. Ik zal in deze sessie wat meer uitleggen over self-sovereign identity, over de ideeën erachter, over hoe het werkt, wat de gebruiker ervan merkt. Ik zal ook wat meer uitleggen over de technologie die erachter zit. En ik zal laten zien wat we bij SURF hebben gedaan en nog aan het doen zijn rondom self-sovereign identity. En ik hoop aan het eind ook van jullie vragen en ook suggesties te krijgen over wat we er nog meer mee zouden moeten doen. Goed, wat is self-sovereign identity? Self-sovereign identity is een nieuwe manier van inloggen waarbij de eindgebruiker centraal staat. Heel belangrijk daarbij is dat de persoonsgegevens alleen door de gebruiker zelf verzameld worden. Je hebt daarvoor autoritatieve bronnen nodig, zoals bijvoorbeeld een instelling. Die weet natuurlijk bijvoorbeeld of iemand student is of medewerker, welke cijfers er gehaald zijn. Dat soort informatie kan door de gebruiker opgehaald worden en geplaatst worden in zijn persoonlijke wallet. Die wallet die leeft typisch op een mobiel device. Een dienst kan vervolgens aan een gebruiker vragen om specifieke profielinformatie te leveren op het moment dat die gebruiker toegang wil tot de dienst. En je kan daarbij denken aan bewijs maar dat je student bent bijvoorbeeld. De gebruiker kan dan bepalen op basis van de informatie die op dat moment in de wallet zit, welke informatie er geleverd wordt uit de wallet en kan heel selectief selecteren wat hij wel en niet gaat leveren. Wat daarbij interessant is, is dat je niet per se alleen maar bijvoorbeeld de instelling als bronsysteem zou hoeven gebruiken, maar je kan ook informatie uit andere bronsystemen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de overheid, aan een partij die licenties verkoopt, iets bij in de zorg. En je zou dus een dienst kunnen hebben die uit verschillende bronsystemen via de wallet onder regie van de eindgebruiker die informatie vraagt van de gebruiker. Hoe werkt het? En ik ga er nu een paar technische termen in gooien. Niet om jullie te verwarren, maar wel omdat in het plaatje wat hierna komt deze ook zo genoemd worden. Je hebt gebruikers, de zogenaamde holder. Ze verzamelen zelf hun identiteitsgegevens, claims heette die in SSE Talk. En hebben vervolgens ook direct controle over de vrijgave van die informatie. Deze claims die worden verzameld in wat je een digitale portemonnee zou kunnen noemen, een wallet. En die leeft bij normaliter op een mobiel device. De bronsystemen, de issuers zoals ze heten, die verstrekken dit soort claims aan gebruikers. En heel vaak zie je dat de gebruiker eerst zal moeten bewijzen dat hij wel echt eigenaar is van dat gegeven. Bijvoorbeeld door in te loggen bij de bronsysteem. Als een gebruiker vervolgens bijvoorbeeld toegang wil krijgen tot een dienst, vraagt die dienst aan de gebruiker om bewijs te leveren dat ze eigenaar zijn van bepaalde claims. Die dienst heet in self-sovereign identity de verifier. En een ander belangrijk aspect is dat die dienst vervolgens ook valideert dat deze claims wel echt correct en legitiem zijn. Want bedenk dat deze zijn afkomstig uit de wallet. Het zou hypothetisch zo kunnen zijn natuurlijk dat ermee gerommeld is. Self-sovereign identity biedt een framework waarin die verifier kan vaststellen dat dat niet gebeurd is. En dat framework dat leunt op de zogenaamde registry, een verifieerbaar gegevensregistry. Dat wordt door alle partijen in het systeem gebruikt om op een betrouwbare manier die informatie uit te wisselen. Self-sovereign identity stoelt op een aantal internationale open standaarden. En dit is eigenlijk een van de belangrijkste, de Verifiable Credentials standaard die door de W3C ontwikkeld is. En hier zie je eigenlijk de samenhang tussen de verschillende partijen nog een keer in beeld. Je hebt de issuers, die geven credentials uit aan een holder. Die slaat dat dus op in zijn wallet, op zijn mobiele device. Op het moment dat de verifier erom vraagt, stuurt de holder, de gebruiker, een presentatie van die gegevens, een subset van de gegevens aan de verifier. En vervolgens kan de verifier via de Verifiable Data Registry vaststellen dat die informatie inderdaad correct is, dat die issuer gerechtig was om die informatie uit te geven en dat soort zaken. Als je dit proces vergelijkt met federatieve login, iets wat wij natuurlijk heel erg kennen van SURF Connext, dan zie je bovenin federatieve toegang uitgebeeld, simpel natuurlijk. De gebruiker wil inloggen bij een dienst. De dienst vraagt aan de gebruiker om te bewijzen dat hij bepaalde credentials heeft. Daarvoor gaat de gebruiker naar de instelling. En de instelling is degene die vervolgens de authenticatie en de attributen bij de leverancier, bij de dienst doet.
Als je nu daaronder kijkt, dan zie je de flow voor self-sovereign of distributed identity. Daarin haalt de gebruiker zelfstandig informatie op bij de issuer, bij de bron. En op een later moment gebruikt hij die informatie om bij een van de diensten, de verifiers, bepaalde attributen te leveren. Hoe zorgt self-sovereign identity nou voor vertrouwen? Want ik zei net al, er zit een wallet in het midden, er zit een eindgebruiker in het midden. Er is geen directe relatie meer tussen de partij die de informatie uitgeeft, de instelling, en de partij die de informatie ontvangt, de dienst. Je moet dus ervoor zorgen dat je dat goed regelt. En daarvoor wordt de centrale registry gebruikt. De registry is eigenlijk de trust anchor van de hele infrastructuur. De registry bepaalt onder andere wie er meedoen in het ecosysteem en bepaalt ook welke informatie er uitgewisseld mag worden. Het schema, om het zo maar even te noemen. En je ziet dat er op dit moment een aantal implementaties zijn van die registry. Eén veel gebruikte is een blockchain of een distributed ledger. En bijvoorbeeld het Sovereign Network, daar heb je misschien wel eens een keer van gehoord, gebruikt zo'n soort implementatie. En ook de European Blockchain Service Infrastructure, een Europees project wat kijkt naar blockchains voor self-sovereign identity, doet dat. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je een centrale trusted third party introduceert. En dit is bijvoorbeeld wat IRMA doet, I Reveal My Attributes. Ik zal daar later wat meer over vertellen. In dat geval is SEDN, de Nederlandse Registrar voor Domeinen, is de trusted third party. Over het algemeen gesteld gebruiken alle implementaties PKI, dus certificaten, om de versleuteling en het vertrouwen in de uitwisseling van informatie te organiseren. Typisch wordt gecheckt of de publieke key matcht met de bijbehorende private key van bijvoorbeeld een issuer, van een instelling. En verschillende implementaties hebben daarnaast nog additionele maatregelen genomen om de transacties nog veiliger te maken. Dat gaat een beetje ver om die in die technische details te gaan op dit moment. Waarom zou je nou self-sovereign identity willen? Bij SURF vinden het een hele interessante technologie. Ten eerste omdat er directe controle is door de eindgebruiker. En daardoor weet je zeker dat je privacy en databescherming goed kan regelen. Dit is eigenlijk de ultieme privacy by design. Een ander groot voordeel is dat het absolute anonimiteit en herleidbaarheid regelt. Omdat de instelling, de issuer en de verifier niet aan elkaar gekoppeld zijn, is het niet te achterhalen wie op welke manier van wie gegevens heeft gekregen en waarom en wanneer. Ook heel belangrijk is dat de authenticatieproces en het verstrekken van attributen nu twee losse functionele elementen zijn geworden. En daar kan je gebruik van maken. Je kan dus de ene onafhankelijk van de andere bijvoorbeeld sterker maken. Een volgend voordeel is dat, dat is iets wat met SURF Connect op dit moment best wel lastig is, is dat je veel makkelijker in theorie in ieder geval hergebruik van bestaande attributen kan doen. Je kan dus niet alleen maar de attributen die we in ons eigen onderwijs- en onderzoeksecosysteem hebben gebruiken, maar je zou dat kunnen gaan combineren met attributen en informatie die je krijgt van bijvoorbeeld de overheid, van een webshop, van de zorgsector. En het wordt in een self-sovereign identity ecosysteem, omdat het de gebruiker is die al die informatie verzamelt, een stuk eenvoudiger om die informatie te kunnen combineren. Je kan het namelijk simpelweg aan de gebruiker overlaten om dat combineren te doen. Een traditionele oplossing, en dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld wat SURF Connect nu implementeert, is dat je een proxy-infrastructuur maakt. Maar een groot nadeel is natuurlijk dat die proxy, die moet eigenlijk al die gegevens binnenkrijgen om ze weer door te kunnen geven. En die weet dus ook alles over die gebruikers. En dat levert allerlei uitdagingen op van het feit dat, om te beginnen dat dat een SPOF is, hè, dus een single point of failure, maar natuurlijk ook allerlei uitdagingen rondom GDPR en AVG. En wat is gebleken uit onze pilots, of in ieder geval, we hebben de indruk dat je op basis van een aantal van de implementaties die er nu zijn, in staat bent om door techniek en policy goed te combineren, dat je een decentrale identity infrastructuur zou kunnen bouwen die flexibel, schaalbaar en toch ook heel betrouwbaar is. Nou, wat zijn nou use cases voor self-sovereign identity? Ik kom eerst met een aantal use cases in de buitenwereld, zeg maar even, buiten onze sector. Een heel mooi voorbeeld is de Career Wallet. Dat is een project van de Rabobank, waar ook Duo, Randstad en NCOI in betrokken zijn. Zoals de titel waarschijnlijk al suggereert, het is bedoeld als een platform waarin je al jouw diploma's, maar ook je cv-informatie, al je accreditaties
op een makkelijke manier bij elkaar kan brengen en ook op een makkelijke manier weer kan doorgeven aan de partijen waarbij dat nodig is. Wij staan natuurlijk als onderwijsinstellingen staan wij een beetje aan het begin van die keten. Je hebt een aantal diploma's, die zou je in die career wallet kunnen stoppen. En als je dan later bijvoorbeeld via Randstad ergens wil gaan werken, dan geef je die informatie door en dat heb jij onder controle. Waarom vinden deze partijen dit nou zo interessant? Omdat het aan de ene kant een enorme mogelijke kostenbesparing oplevert. Als je dit vergelijkt met de analoge manier van het uitwisselen van dit soort informatie. Ook het rondsturen van pdf's is nog steeds erg bewerkelijk. Maar tegelijkertijd is er in dit self-sovereign identity systeem niet per se één dominante partij die eigenaar is van al deze data. Juist omdat het bij de eindgebruiker blijft liggen, blijft het een open systeem en een open ecosysteem. Een andere plaats waar hier met heel veel interesse naar gekeken wordt is bij de douane. De Nederlandse douane en overigens ook een aantal andere Europese douanes kijken naar self-sovereign identity oplossingen om digitale reisdocumenten uit te wisselen. Misschien heb je het nieuws gevolgd recent, maar ook de Europese Unie heeft ambities op dit vlak. Ik geloof vorige week was er het persbericht dat ze van plan zijn om een digitale wallet, een e-wallet, te maken voor alle burgers in de EU. En dat is feitelijk een implementatie van self-sovereign identity. Wat zie je nou? Je ziet dat al deze initiatieven en al deze implementaties eigenlijk één trend hebben. En dat is dat ze werken aan het centraal zetten van die gebruiker. Je ziet die trend terug bij de overheid, bij de regie op gegevensscenario's, bij de digitale bronidentiteit die er gaat aankomen. Je ziet het in de zorg, met mij, EduMij. Met mij en Nut. En ook in onderwijs zijn we aan het nadenken over zulke soort oplossingen met EduMij. Ik wil graag even Henny Bultstra van Duo aan het woord laten, die betrokken is bij de Career Wallet, om je een kort idee te geven over hoe hun daarin staan. Jullie willen de studenten natuurlijk de regie geven. Absoluut. Absoluut. Ja, dat is echt een trend van de afgelopen jaren. Ik wil nog even benadrukken dat blockchain een technologie is die dit mogelijk maakt. Er zijn natuurlijk meerdere technologieën. Er zijn ook andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld EduMij is een ontwikkeling die in Nederland plaatsvindt. Regie op gegevens. Maar ze gaan allemaal inderdaad over hetzelfde. Namelijk dat je de burger of de student weer de regie geeft over zijn of haar gegevens. Hoe mooi is het inderdaad dat jij zelf bijvoorbeeld in een wallet je eigen gegevens kan delen met wie jij dat maar wil. En dat je ook zeker weet dat ze betrouwbaar zijn. Oké, ik gaf wat voorbeelden over use cases in onze omgeving. Wat zijn nou de use cases die direct aan onderwijs en onderzoek zouden kunnen raken? En dit zijn er een aantal waar we bij SURF naar gekeken hebben en waar we nog steeds over aan het nadenken zijn. Aan de ene kant accreditatie en badges. We hebben natuurlijk edu-badges als dienst bij SURF. Je zou je kunnen voorstellen dat je zelfstandig als gebruiker accreditaties en badges kan inladen in je wallet en die op een later moment kan gebruiken. Een beetje in analogie naar de career wallet zoals die net ook al naar voren kwam. Persoonlijke licenties is een ander voorbeeld en hier hebben we ook een pilot mee gedaan. Sommige instellingen nemen SURF Drive af voor hun hele doelgroep, voor alle studenten en medewerkers. Sommige instellingen doen dat niet, maar soms willen die gebruikers dan toch SURF Drive kunnen gebruiken. En we zochten naar een flexibele manier om die licentieinformatie aan de SURF Drive dienst te kunnen geven. En we hebben een SSI-oplossing, in dit geval IRMA, gebruikt om die licentietoken, laat ik het zo maar even noemen, aan de student of aan de medewerker uit te geven, die hem dan vervolgens zelfstandig door kan geven aan SURF Drive. Een ander project waar we in betrokken zijn is het nadenken over het inzetten van SSI voor toegang tot data en diensten voor onderzoekers. Ik zal direct in mijn voorbeelden nog laten zien hoe dat in praktijk zou kunnen gaan voor een pan-Europees project. Maar een van de andere zaken waar bijvoorbeeld ook over na wordt gedacht, ook binnen onze instellingen al, is kun je SSI gebruiken om te registreren dat een bepaalde onderzoeker het recht heeft om bepaalde data te mogen gebruiken. Vaak zie je dat bijvoorbeeld voor medische data er een medische ethische commissie is. Die moet toestemming geven. Nou, stel dat je die toestemming aan die onderzoeker uitgeeft en dat hij die in zijn wallet kan opslaan om later op een ander moment aan te tonen dat als hij bijvoorbeeld bij de storage oplossing van Sara komt, dat hij daar wel kan laten zien. Ja hoor, kijk, hier is het bewijs dat ik toegang heb tot deze informatie. In mijn breakout werd het ook al even aangehaald. Ook EduID is een oplossingsrichting waar
inzetten van SSI-achtige toepassingen voor de hand lijkt te liggen. Bij Eduard streven we er al naar om de gebruiker veel meer in controle te laten zijn. Daar worden ook informatie verzameld vanuit verschillende systemen. Het lijkt heel erg interessant om na te denken over of we daar een SSI-oplossing kunnen inzetten. En laat dit ook vooral vandaag een uitnodiging zijn aan jullie in de zaal, virtueel in de zaal. Als jullie ideeën hebben, zet ze in de Slack, in de chat bedoel ik, sorry. Want wij willen heel graag weten of er ook oplossingen zijn, andere dan deze, die jullie interessant vinden. En waar jullie over met ons samen zouden willen nadenken. Goed, wat hebben we binnen SURF al gedaan rondom self-sovereign identity? En ik wil er een paar zaken uitlichten. We hebben gekeken naar IRMA, een van de technologieën die self-sovereign identity implementeert. We hebben gekeken naar ledger-based SSI. Ik vertelde net al even dat zo'n registry kan je implementeren op basis van een blockchain. En we wilden weten, werkt dat nou echt en hoe werkt dat dan? En ik wil even een project uitlichten wat we in de context van Giant doen. Samen met andere NRENs kijken we naar het gebruik van SSI voor gedistribueerde toegang voor onderzoek. De IRMA pilots. Misschien moet ik even kort uitleggen wat IRMA is. IRMA staat voor I Reveal My Attributes. En het is een attribuut gebaseerd authenticatiesysteem. Waarbij het dus eigenlijk niet gaat om wie je bent, maar over wat voor informatie jij bewijs kan leveren dat je dat hebt. Het is ontwikkeld in Nederland, in Nijmegen. Tegenwoordig is het onder beheer van de Privacy by Design Foundation. Het wordt op dit moment actief getest door veel organisaties, SURF inclusief, maar ook commerciële partijen en ook verschillende takken van de Nederlandse overheid kijken hiernaar. Zowel gemeentes als de Rijksoverheid. We hebben eigenlijk twee pilots uitgevoerd. Aan de ene kant is op dit moment een IRMA gateway gekoppeld aan SURF Connect. En dat betekent dat als jij als instelling dat toestaat, dan kun je deze IRMA gateway openzetten, aanzetten. En vanaf dat moment kunnen gebruikers van jouw instelling hun SURF Connect gegevens, de gegevens van jouw identity provider, in IRMA inladen. En daarmee dus op een later moment bij andere diensten die ook IRMA gebruiken inloggen. Een andere pilot die we hebben gedaan, en die noemde ik net al, was het idee om persoonlijke licenties te kunnen leveren voor SURF Drive via SURF Spot. En dit model werkt natuurlijk generiek. Zodra je een partij hebt die een licentie kan uitgeven, wij gebruikten hier SURF Spot, kan je die licentie aan die gebruiker geven, kan die gebruiker die licentie in zijn wallet laden en op een later moment naar die dienst gaan en aantonen dat hij inderdaad het recht heeft om die dienst te gebruiken. Nou, hoe werkt dat dan, het inladen van instellingsattributen in IRMA? Ik heb een kort filmpje daarover. Je ziet hier aan de linkerkant de mobiele device, de IRMA-app. Aan de rechterkant, het is een beetje klein helaas, zie je de webapplicatie. De IDP om precies te zijn. We gaan kijken naar de IDP van de Universiteit van Harderwijk. De gebruiker moet natuurlijk eerst bewijzen dat hij überhaupt student of medewerker is van de Universiteit van Harderwijk. Dus hij moet inloggen met zijn gewone inlogcredentials zoals die hij altijd gebruikt om ook voor SURF Connect in te loggen bijvoorbeeld. Op dat moment blijken er een aantal gegevens beschikbaar te zijn. Naam, e-mail, het feit dat hij medewerker is. En vervolgens presenteer je met een QR-code deze gegevens aan de IRMA-app aan de linkerkant. Het kan trouwens zijn dat dat voor de kijkers thuis rechts is. Je ziet dat de gebruiker deze informatie nu in de app heeft geladen. Hij krijgt nog een overzichtje en keert dan terug naar het overzichtsscherm van zijn app. En je kan ook zien dat daar ondertussen al wat meer kaartjes ingeladen zijn, zoals een kaartje van LinkedIn en ook een kaartje waarmee hij een gevalideerde e-mail heeft. Als je gaat kijken naar die implementatie van die registry, dat fundamentele trust anchor, bij IRMA vertelde ik al dat dat gedaan wordt met een centrale infrastructuur, een centrale database, laat ik het zomaar even simplistisch noemen. Maar je zou er ook een gedistribueerde ledger of een blockchain voor kunnen gebruiken. En wat we bij SURF wilden weten is, hoe werkt dat? Hoe ver is die technologie? Hoe matuur is die technologie? Zouden we dat kunnen gebruiken? Daar hebben we eind vorig jaar een uitgebreide studie naar gedaan. De link zie je hier ook in de slide. Het is een vrij lijvig rapport geworden, kan ik zeggen, waarin we naar van allerlei aspecten kijken. Usability, de technologie, de schaalbaarheid. In conclusie, ja, al onze use cases kunnen we uitvoeren.
De technologie is nog niet altijd helemaal volwassen, vonden wij. Met name revocatie en de gebruikersinterfaces en ook de schaalbaarheid zijn wel echt aandachtspunten waar we rekening mee zouden moeten houden als we dit voor het EGI zouden willen gaan doen. En zoals ik al zei, op surf.nl/SSI kun je dit rapport vinden. En ik wil even opnieuw een kort filmpje laten zien. Dit is dus in feite een totaal andere technologie onder water. Het is nog steeds SSI, maar je zal zien dat het qua gebruikersbeleving heel erg sterk lijkt. Links weer de app van de gebruiker. Rechts een webapplicatie. En wat je hier ziet gebeuren is dat er eerst een koppeling wordt gemaakt tussen de webapplicatie en de app van de gebruiker. Dat de gebruiker vervolgens gevraagd gaat worden om bepaalde informatie te leveren. En in de linkerinterface, de webapplicatie, vanuit onze technische demo zie je nu bijna alles gebeuren en zie je alle logs bijna live langskomen. Er wordt een proof request gemaakt voor een aantal gegevens, in dit geval al een Edu-person entitlement, een Edu-person affiliation. Dat proof wordt verstuurd naar de app van de gebruiker. Die ziet binnenkomen dat er een vraag is om het leveren van bewijs. En die gebruiker kan nu zeggen van, nou, dat wil ik doen. Hij kan ook kiezen om het niet te doen. Dan vinkt hij de attributen uit. Dan heeft hij waarschijnlijk vervolgens geen toegang natuurlijk. Maar hij heeft wel die keuze in ieder geval. En de gebruiker besluit om door te gaan en die informatie te leveren. En vervolgens zie je in de applicatie aan de andere kant zie je de nieuwe informatie beschikbaar gekomen. En je ziet ook dat het niet helemaal foutloos ging. Want er komt opeens een vage foutmelding. Dit was precies een van de argumenten en de problemen die wij merkten. Een laatste voorbeeld, wat op dit moment in het Cheyenne-project wordt uitgevoerd in de Trust and Identity Incubator, is onderzoek naar het gebruik van SSID voor toegang tot onderzoeksdiensten. Juist in die grote pan-Europese samenwerkingen zie je dat wetenschappers vaak informatie uit verschillende soorten bronsystemen nodig hebben. Aan de ene kant de instellings-identity provider, dat bewijst dat deze persoon echt betrokken is bij die instelling. Daarnaast is er vaak een zogenaamde research AI. En eigenlijk legt die research AI, en SRAM is overigens een voorbeeld van zo'n research AI, die legt vast wat nou de rollen en de rechten zijn van zo'n persoon binnen de onderzoekssamenwerking. Soms heb je ook nog additionele informatie nodig. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een ORCID identifier of bijvoorbeeld een BIG-register of iets vergelijkbaars. Dat soort informatie, die zou je allemaal via een centrale proxy kunnen koppelen. Maar met SSI is het ook mogelijk dat de gebruiker deze informatie zelfstandig gaat ophalen bij de verschillende bronnen. En dat vervolgens levert op het moment dat hij toegang wil krijgen tot een bepaalde onderzoeksdienst. Ik heb opnieuw een filmpje daarvan. En in dit geval krijg je bonus, want dit is SRAM. Dus als je hier bent en je had ook naar de SRAM-demo gewild, dan kun je even hier een sneak preview doen. Ik log in op de SRAM-demo-omgeving. Dit is een hele simpele virtuele organisatie met maar 2 gebruikers. De virtuele organisatie heet Irma Demo. Maar je kan wel zien dat er groepen gedefinieerd zijn. Als ik doorklik, ja, dat er groepslidmaatschappen zijn, dat daardoor speciale attributen beschikbaar zijn voor de gebruikers, namelijk die dat lidmaatschap van die groep beschrijven. Dan zijn ook diensten gekoppeld aan deze virtuele organisatie, zoals je hier ziet, waaronder de Irma-proxy, waarmee we direct de informatie van SRAM door kunnen gaan geven en in Irma kunnen laden. En dus de eindgebruiker de mogelijkheid geven om die SRAM-informatie in zijn wallet te laden. Dat gaan we nu doen. Dit filmpje gaat net iets langzamer dan ik dacht. Maar goed, dan hebben jullie in ieder geval even de tijd om het rustig te bekijken. Druk maar op de knop inderdaad. De gebruiker was nog ingelogd vanwege de vorige sessie. Je kan zien dat er heel veel informatie beschikbaar is uit SRAM. Op dit moment hebben we er nog voor gekozen om niet al die informatie beschikbaar te maken, ook omdat daar nog wat technische incompatibilities zijn waar we nog aan werken. Maar het patroon zal je ondertussen herkennen. Er wordt weer een QR-code gemaakt. De gebruiker kan vervolgens een aantal van de SRAM-specifieke informatie inladen in zijn wallet en die later ook gaan gebruiken om toegang te krijgen tot zijn onderzoeksdiensten. Goed, conclusies tot zover. We zien dat SSI, Self-Sovereign Identity, duidelijk trending is. Het ondersteunt in technische zin een duidelijke beweging naar meer regie over eigen gegevens voor eindgebruikers. En die wens om die regie voor eindgebruikers te hebben, zie je overal terugkomen. In onderwijs, in onderzoek.
Maar ook in sectoren buiten ons, zoals de overheid en in de healthcare. Wij denken dat SSI hele interessante kansen biedt om data te hergebruiken uit andere sectoren. En ook natuurlijk om ervoor te zorgen dat het voor die andere sectoren makkelijker wordt om met onze data te interacteren. We zien dat in de technologie in de kern volstaat. In de verschillende implementaties die we hebben bekeken, zowel bij Irma als bij de ledger-based oplossingen, zien we dat dit gewoon werkt en dat je inderdaad heel erg privacy-beschermend persoonsgegevens kan uitwisselen. Maar we zien ook dat er op diverse plekken nog echt wel nog wat werk nodig is. Schaalbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, daar zitten nog wel wat uitdagingen. En we proberen dan ook natuurlijk de resultaten van onze pilots te delen met deze verschillende partijen en waar mogelijk ook bij te dragen aan de verbetering van die standaarden en van die implementaties. Hoe gaan we verder met SSI? Nou, een van de dingen waar we op dit moment actief mee bezig zijn is dat we binnen SURF aan nadenken zijn over wat voor rol SSI zou kunnen betekenen voor onze eigen dienstverlening. EduID, Badges, SRAM, we hebben al wat voorbeelden aangeraakt. Maar natuurlijk wil je dat straks als een echte productiedienst gaan doen, dan moet je nog wel even wat extra stappen maken. Ook willen we, en dat doen we heel actief, willen we nadrukkelijk op EU-niveau samenwerken met de andere NRENs en zelfs globaal eigenlijk. Want een ecosysteem zoals wij dat hebben, bijvoorbeeld voor onderwijs en onderzoek, dat heeft eigenlijk voor ons alleen maar nut als we daar meteen op Europees niveau en zelfs op globaal niveau door kunnen pakken. SURF is dan ook een van de initiatiefnemers van een giant taskforce rondom distributed ledger technology, waarin ook distributed identity en self-sovereign identity worden bekeken. We staan daarnaast nadrukkelijk ook open om samen te werken met projecten van instellingen waar SSI-technologie wordt onderzocht. Dus als jullie op dit moment in dit soort projecten betrokken zijn en je wil bijvoorbeeld SURF-diensten in pilot aansluiten, dan horen wij dat graag en dan willen we graag samen met jullie onderzoeken wat daar mogelijk is. En tenslotte overwegen we, en we horen daar graag jullie feedback op, overwegen we of we misschien een SSI-lab moeten opzetten, zodat het nog makkelijker wordt voor instellingen en SURF om samen te werken op dit soort technologie. Tot zover mijn presentatie. En als er vragen zijn, en ik zie er zelfs al een paar komen, dan hoor ik dat graag. Ik ga alleen heel even snel naar mijn hulp hier in de zaal vragen, want ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Nog 10 minuten zelfs, hartstikke mooi. Dat betekent dat we nog ruim tijd hebben voor wat vragen. Ik ga even spieken. Wat voor soort distributed ledger denk je aan of heb je al gekeken binnen de pilot als je het hebt over identificatie, privacy en dataprotectie? Distributed ledger staat niet echt bekend als snel of betrouwbaar als je het hebt over decentrale of centrale oplossingen. Ja, nou dat is een hele goede vraag en dat is ook zeker waar. We hebben op dit moment vooral gekeken naar blockchain gebaseerde oplossingen. Je zou een oplossing ook bijvoorbeeld op basis van Ethereum kunnen doen. Die oplossingen zijn er ook al in het wild, laat ik het zo maar even zeggen. Wat ook heel erg belangrijk is en waar wij zeker ook naar kijken is wat de zogenaamde footprint is. Ik denk dat iedereen zich wel realiseert dat Bitcoin, een andere gedistribueerde ledger technologie, nu niet echt heel erg tof is voor het milieu. Dat kost enorm veel energie. Wij willen natuurlijk nadrukkelijk niet zo'n soort systeem gebruiken als we dit zouden gaan doen vanwege dit argument. Het is op dit moment wel we staan nog echt in de beginfase. Een Ethereum gebaseerd systeem hebben we bijvoorbeeld nog niet bekeken. Dit soort vragen spelen bij ons zeker een rol. Dank je voor de vraag. En een andere vraag of een opmerking, als je wil overleggen met een persoon, dan kun je er zeker van zijn dat er ook daadwerkelijk de persoon voor je hebt en niet een deep fake. Ah, ja, dat is een goed punt. Kijk, een van de cruciale onderdelen van ieder identity management systeem is natuurlijk dat je een goede koppeling hebt tussen aan de ene kant de identiteit van die persoon zoals je die digitaal weergeeft en aan de andere kant als je die informatie dan eenmaal digitaal hebt opgeslagen. Je moet er dus borgen dat proces goed loopt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze sterke authenticatiediensten, dan zie je dat die koppeling heel sterk, doelbewust heel sterk gemaakt wordt. Daar moet iemand van de instelling, een mens dus, vaststellen dat het sterke authenticatiemiddel op een fatsoenlijke manier gekoppeld wordt aan de gebruikersgegevens. En dat probleem dat blijft, ook bij SSI heb je dit probleem in potentie. En je moet er dus inderdaad voor zorgen en ook afdwingen dat deze koppeling heel sterk is.
Hoe kun je ervoor zorgen en afdwingen dat de diensten niet meer attributen vragen dan noodzakelijk? Dat is ook een supergoeie vraag. En juist inderdaad, wanneer het natuurlijk die eindgebruiker zelf is die keuze kan maken, dan zou dat verleidelijk kunnen zijn. En je ziet nu vaak, en bij SurfConnect zie je dat ook heel nadrukkelijk, dat daar ook een beetje een, nou, laat ik het onderbiedig, politierol gespeeld wordt door de instelling en door SurfConnect in dat samenspel, om te voorkomen dat er te veel informatie wordt uitgewisseld. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat fundamenteel de dienstverlener de verantwoordelijkheid heeft, de eindverantwoordelijkheid heeft, ook juridisch gezien. GDPR zegt heel duidelijk dat je niet om meer informatie mag vragen dan nodig. Natuurlijk, er zullen dienstverleners zijn die randjes opzoeken. Maar dat zullen ze nu ook al proberen. Op dit moment bieden de meeste SSI-platformen geen mogelijkheid om het gebruik van attributen nader te beperken. Maar dit is zeker een van de dingen waar we wel over nadenken. Kun je dat implementeren? Is dat wenselijk? Je moet je namelijk ook realiseren dat zodra je dat doet, je misschien wel een deel van de charmes van self-sovereign identity weghaalt. Namelijk als je zou zeggen, ja, dit soort attributen mag je alleen maar in dit hele specifieke scenario gebruiken. Wat is dan nog de meerwaarde van die gebruiker daar zelf regie over geven? Maar ja, dit is moeilijk. Hier is geen eenvoudig antwoord op, helaas. Dit moet je zorgvuldig wegen. Is het voor een gebruiker eenvoudig zijn wallet te verhuizen naar een nieuwe telefoon? Ja, dat ligt heel erg aan de implementatie, moet ik heel eerlijk bekennen. Die wallet-implementaties die verschillen heel sterk. In sommige gevallen is er heel goed nagedacht over hoe dit moet. In sommige gevallen is daar nog niet zo goed over nagedacht. Het meest eenvoudige scenario is natuurlijk altijd, en dat zou ook optreden als je telefoon gestolen wordt, want dan kan je niet meer migreren, is dat je de hele boel blokkeert en dat je als het ware overnieuw begint. Dus dat je even overnieuw je gegevens ophaalt. Zolang jij niet al te veel gegevens hebt, is dat een realistisch scenario. Ik denk zelf dat we ook zullen moeten toewerken naar scenario's waarbij je op een of andere veilige en betrouwbare manier een soort backup kan maken van de informatie die je in je wallet hebt. En dat je die tijdelijk even offline kan parkeren bijvoorbeeld. Maar ik zeg er meteen eerlijk bij dat op dit moment niet alle implementaties dat hebben. En dat er ook zeker nog geen interoperabele standaard is om dat te doen. Waardoor je bijvoorbeeld van wallet zou kunnen wisselen op een makkelijke manier. Goeie vraag. Het antwoord is helaas dat technisch gezien makkelijk is. Je kan de gebruiker opnieuw de route laten doorlopen en opnieuw langs alle zogenaamde issuers sturen. Maar of dat de optimale en meest gebruikelijke vriendelijke methode is, ik denk het nog niet. Als er nog andere vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Zo niet, dan wil ik je in ieder geval hartelijk bedanken voor het bijwonen van deze sessie. Ik ben bereikbaar op niels.vandijk@surf.nl. Mocht je mij willen e-mailen met vragen of iets vergelijkbaars, dan kan je dat natuurlijk doen. Er is zelfs nog een vraag. Hoe houd je de oplossing zo simpel dat iedereen deze kan gebruiken? Op dit moment klinkt het nogal complex, zeker voor een stratenmaker of cashier. Ja, aan de ene kant ben ik dat met je eens. Aan de andere kant zie je wel, bijvoorbeeld gedreven door de banken, dat het gebruiken van apps en het scannen van QR-codes om ergens toegang toe te krijgen wel steeds meer commonplace aan het worden is, zoals ze dat in het Engels zeggen. Dus ik denk dat het deels ook wel gewenning wordt, maar je hebt absoluut gelijk dat de gebruikersvriendelijkheid moet echt heel hoog zijn van zo'n soort systeem. Want inderdaad, Iedereen moet dit soort systemen kunnen gebruiken, anders heb je er eigenlijk niks aan. Je kan naar... en nog een vraag. Hartstikke mooi. Maar nu moet ik wel op de tijd gaan letten. Ik denk dat dit de laatste is. Een opmerking ter informatie. Europees gezien, vanuit het project voor een EU-wallet voor burgers, EBSI, is ook al een onderzoek naar DLT gedaan voor goede uitkomsten. Oh, dat is een project voor goede uitkomsten en adviezen. Ja, wij zijn op de hoogte van EBSI. En zeker een tip om daar eens in te duiken als je verder gaat in de pilots. Nou, dank voor deze hint. We zijn eigenlijk dat Europese project, Giant Task Force waar ik het net over had, de Distributed Ledger Task Force, een van de dingen waar actief in samengewerkt wordt, is EBSI. En dat is dus een van de onderdelen waar we in die taskforce nadrukkelijk met de andere NRENs, met de andere server van Europa naar kijken. Dus ja, we houden dit zeker in de peiling. We zijn,
hebben nog 2 minuten, hoor ik. Dus ik zou nog een laatste vraag kunnen beantwoorden, als die er is. Geen vragen meer, dan ga ik gewoon afsluiten. Ik dank jullie allemaal. Kijk op surf.nl/SSI voor verdere informatie, voor de rapporten die we tot nu toe hebben geschreven en voor de andere pilotinformatie. Dank jullie wel.